en meteen de wielen op en weg met. Ziet u, let, kijk. Nou, we hebben zo'n prachtige modellen. U ziet daar die kisten voorbij komen. En dit is eigenlijk ongeveer het hoogtepunt van de Britse macht in de jachtvliegerij van de jaren 50. De Britten hebben daarna de macht behoren, of moet ik zeggen, totaal verloren aan de Amerikanen. Maar dit was nog internationale hoogtepunt. En dan twee informatie. Deze kisten komen uit Zweden in te houden en over heel Europa te laten zien. En ook zij zijn natuurlijk gepassioneerde vliegers. Want zo'n club die kan alleen maar het vliegtuig in de lucht houden als je een heleboel mensen weet te verzamelen die net zoveel passie hebben als jij en al hun vrije tijd daarin stoppen. En uiteindelijk is het om zichzelf een plezier te doen, maar vooral als we gebouwd hebben in de jaren 50. Dat jaren 5, de motoren zijn de tweede generatie. Maar het is een rol van je leven, dat zijn de motoren, zeg maar, de straalwijzer van Europa uit de jaren 50. Onder de kanonnen twee vangzakken zitten. Dat is echt Engels. Amerikanen zouden daar een hele ontwerp heen gooien of het van tevoren bedacht hebben. Maar de Engelsen maken dit iets moois en dan kunnen ze kijken wat het is. Nou, hier ziet u dadelijk die twee vangzakken. Maar het is ook die twee vangzakken. Dat is een een paar jaar geleden, op Den Helder, want daar wordt sleep gevlogen voor de marine. Even luisteren. Maar als je dan even kijkt naar hoe strak deze gangen vliegen, dan is het zelf buitengewoon mooi. Ja, dit is heel strak. De voorste heeft de kleuren van de Zweedse luchtmacht, overigens ook een heel erg mooi wapen, de Zweedse luchtmacht, 3 kronen. En de achterste, vanzelfsprekend, het Zwitserse teken. In Zwitserland, dat was in de jaren 70.